it's Tom, it's Robbie Green. It's the first set, it's the first leg, it's Martin Dupreau first, game on! Robbie, you're 156. 80. Martin, you require 25. 6 yes, game show on the first leg. Martin Adams. Second leg, it's Robbie to throw first. Game on. Thank you.
100. Eighty-five. Robbie, you require 161. 97. 81. Robbie, you require 64. 48. Martin, you require 140. 32. Robbie, you require 16. 108. 92. Robbie, you require 16. 1st, game on. 98. 83. 100. 100. 133. Martin, you require 170. 100. 162. Martin, you require 70. 38. Robbie, you require 28. Yes, let's go shot the third leg. Robbie Green. Fourth leg, and it's Robbie to throw first. Game on.
140. Martin, you require 81. 33. Robbie, you require 32. 32. Yes, that's game shot. And the first set, Robbie Green. Second set, first leg, it's Robbie to throw first, game on. Ja, de eerste set is net voorbij en die is gewonnen door Robbie Green. En ook in de tweede set is het begin voorlopig voor Green, die heel ontspannen staat te spelen. Adams oogt een klein beetje gespannen. Green speelt tot nu toe heel gedecideerd. Kijk, de dubbels, pats pats, vallen allemaal makkelijk. Ook de eerste leg van de tweede set gaat naar Robbie Green en die heeft nu 4 legs op rij gewonnen. Nadat Martin Adams de eerste leg van de eerste set had gewonnen. En ik zei het al eerder, vandaag Adams natuurlijk, je houdt altijd rekening met hem. Het is altijd een constante factor in een toernooi. Maar Adams is niet zo goed als Adams normaal gesproken is. Ik vind hem wat minder constant. Hij mist wat trippels. En ook op de dubbels is hij niet zo scherp als dat hij normaal gesproken is. En dan kan een man als Robbie Green misschien wel roet in het eten gooien van Martin Adams. Die toch heel graag die treble zal willen winnen. Won dit jaar al Lakeside, won dit jaar al de World Masters. En dan ontbreekt daar nog die ene titel aan. Dat is deze Zuiderduin Masters. Het zou voor velen toch een verrassing zijn als deze Robbie Green de finale zou halen. Hij werd getipt als outsider al aan het begin van het toernooi. En hij kon wel eens hele goede papieren hebben nu. Maar je moet nooit Adams zomaar wegdenken. Voordat de partij afgelopen is. Adams blijft een fenomeen. 100. Voor Kong. Triple 20. Niet gegooid. Triple 18 dan voor dubbel 16. Ook die valt niet. En dan mag Adams terugkomen voor de Shanghai 20. De enkel, de triple en de dubbel 20 benodigd voor Adams. Dat is de enkel.
dat is niet de triple. En dit is ook wel een beetje zoals we Adams hebben zien spelen tot nu toe. 45. Beetje tegenvallend. Robbie require 48. Green een dubbel 8. Daar mist Green toch de kans. Adams op 75. Triple 17. Niet. 18 dan voor Tops. Dan krijgt hij 1 pijl voor de dubbel 20 Martin Adams. 55. En daar heeft hij dit weekend gewoon niet genoeg aan. Dus is het voor Adams afwachten wat Green doet. Op dubbel 8. Ja, die pakt hij. En zo helpt de balans voorlopig over in de richting van de grootste man van de twee. Robbie Green. 140. Het begint ook weer goed aan deze leg. En zo houdt hij ook constant de druk op Martin Adams. Adams is dat natuurlijk ook wel gewend. Dus die kan daar wel mee omgaan. Adams antwoordt de halve ook met een 180. 97. 100. Ze vallen makkelijk voor Robbie Green. 140. Hij schoof al de titelverdediger aan de kant. Daryl Fitton werd in de pool uitgeschakeld. Net als Steve Douglas. Kwartfinale maakte hij kort werk van Gary Robson. 3-0 in sets. En nu gaat hij goed ook tegen Martin Adams. Adams op 98. En hij kan hem goed gebruiken hoor, deze finish. Triple 20 en dubbel 19 voor Wolfie. Dat is ver hoor. Dat is ver daarnaast. Kan hij dat corrigeren? Nee, dat kan hij niet corrigeren. En dus Green voor 2-0 in sets. Toch verrassend. Triple 20. Niet gegooid. 14 voor Bullseye. Dat blijft Adams bespaard. Martin, you require 38. En dan pakt Martin Adams wel gewoon de dubbel 19 en maakt hij er 2-1 van. Ja, je moet hem niet te veel kansen geven, Adams. Ook al is hij misschien niet top. Op 90% is hij ook nog moeilijk zat te pakken. 143. Het is een spel dat zich tussen de oren afspeelt, het darts. Green 1-0 in sets voor, 2-0 in legs voor. Dan ga je in je hoofd ook al voorzichtig denken dat je 2-0 in sets voor staat. Als je dan een kansje krijgt die niet pakt en je tegenstander komt terug en maakt 2-1, misschien 2-2. Dan wordt het toch een hele andere wedstrijd in de vijfde leg bijvoorbeeld. Kijk eens hoe die darts van Green naar het bord toe gaan. Maken veel bewegingen onderweg. Uiteindelijk maakt het niet uit natuurlijk als ze vanuit je hand maar in de triple belanden. 60. 60. Dit is goed. Maar hij heeft meer nodig dan één triple. Hij heeft er eigenlijk 100. Twee nodig om een finish over te laten. Adams heeft de tijd voor 120. Pakt meteen de triple 20, enkel 20 en top staan.
om er gewoon weer 2-2 van te maken. Dat lukte hem dan weliswaar niet in deze beurt. Maar hij weet ook dat hij er nog voor terug mag komen. In green is het een beetje kwijt in deze leg. Adams naar tops. Voor 2-2 in legs. Dubbel 5. Hij heeft veel darts nodig hoor, Adams. Maar pakt hem uiteindelijk wel. Zo wordt het inderdaad dus 2-2 in legs. En dan zag het er zo comfortabel uit voor Green. 1-0 in sets voor. 2-0 in legs. En hij mocht zelf die derde leg beginnen. Nu moet hij de vijfde leg pakken. Begint goed met 140. Wat kan Adams? Dit is het moment voor Adams om een hele sterke leg te gooien. En dan is 41 om mee te beginnen, niet wat hij wil. Je kijkt even naar het scorebord Green en ziet dat de voorsprong riant is. Hij staat al op een finish, Adams nog niet. Maar die komt wel dichterbij. Wat heet, die komt snel dichterbij. De tweede 180 van Adams in korte tijd. Green nog wel de favoriet, triple 17 niet. Maar Adams heeft geen finish. En Green komt zo dadelijk terug voor 64. Hoeveel druk zet Adams op die 64? Daar gaat het nu om. 100. Wel wat. Green, hoe cool. Triple 16 en dubbel 8 voor 2-0 in sets. Robbie Green naar dubbel 4. En Kong pakt de dubbel 4 en pakt de 2-0 voorsprong in sets. En staat de rand van de overwinning tegen de favoriet. Tegen Martin Adams. Die won dit jaar alle televisietoernooien waar hij aan meedeed. Lakeside, de World Masters. En we dachten toch dat hij ook hier in Egmond de titel zou kunnen gaan pakken. Maar wellicht is het de man uit Merseyside, uit Liverpool, Robbie Green, die hier in ieder geval de halve finale gaat winnen. Green stond al eens een keer in de finale van het televisietoernooi. Dat was de Winmar World Masters vorig jaar. Toen stond hij op winst tegen Adams. Hij stond 6-3 in sets voor. Kreeg een matchdart. Die miste hij. En hij verloor toen nog die wedstrijd met 7-6 in sets. 83. Dit zou natuurlijk de ultieme revanche kunnen zijn voor Robbie Green. Als hij hier zou winnen. Kijk eens, nog een 180 van Kong. En hij heeft Adams toch met een serieus probleem opgezadeld nu hoor. 41 voor Green. 9 en dubbel 16. Dubbel 8. Ai, valt in de dubbel 11. Dat is pech. Daar had hij Adams dus kunnen breken al. Adams krijgt een kans om zich te herstellen. Oeh, pakt de triple 20. 18 en tops. Voor een 118 finish. Dit had een heel belangrijk moment kunnen zijn als Adams hem had gegooid. Wat doet Green nu? 9 en dubbel 16 pakt hij hem nu wel. Nog één pijl over. Hij pakt hem weer niet. Ja, dit moet je dan toch onder het kopje nervositeit scharen. Adams pakt de dubbel 10. En Green mag erover na gaan denken. Want Green had hier een reuzenstap kunnen zetten. Had die leg moeten pakken. Dan had hij
de break te pakken gehad in de derde set. 100. Ja, goede laatste dart van Adams. Green is ontketend. Die gooit de scores zo makkelijk. 99. En Adams blijft toch 100. Zoeken. Ja, natuurlijk gooit hij de triples af en toe wel. Maar niet zo makkelijk en niet zo vaak als dat hij zou willen. 97. Nu ook weer de eerste twee er alweer vlak onder. En dan is het zo moeilijk om die triple nog te pakken. Deze keer lukt het hem ook niet. Green. Oeh, die mist ook de triple volledig. Ging met de laatste dart voor de boel. Belandde in de 1. Dan heeft Adams nu wel met de eerste dat de triple te pakken. En dan is er ook meer mogelijk. Maakt er slechts 100 van. 164 voor Green. Triple 20 is goed. Triple 19 voor Adams. Die is minder goed. Ja, Green laat het in de laatste paar beurten een beetje afweten in deze leg. En dus staat er nog 106 voor hem. Triple 20 is niet goed. Triple 18. Nee, hij begint ze te trekken, te duwen de darts, Green. Het ziet er niet meer zo vloeiend uit. Is dit dan de druk van het bijna halen van een finale? Adams 12 of 20? Altijd 20 en dubbel 16. En hij pakt de dubbel 16 met één dart. Ja, en anderhalve leg geleden was het bijna voorbij. Was Green bijna binnen. Anderhalve leg later lijkt Adams gewoon deze set te gaan pakken. En dan is er weer alles mogelijk. 100. One hundred and twenty-five. 57. Ja, Adams, vooral die eerste dart van Adams zie je steeds vaker de triple 20 inkomen. Dat betekent dat het steeds makkelijker wordt voor Adams en Green ook steeds meer in de problemen komt. 100. Deze set lijkt dan ook naar Adams toe te gaan. 6 darts voor 136. 83. En dan is het pleit beslecht in deze set. En dan komt Adams dus langzaam terug. 1 triple 20 is raak. Nog eentje ernaast. Voor dubbel 8. Ja, het gaat beter lopen bij Martin Adams. Die de Robbie Green de kans geboden werd in de eerste leg van die derde set. Daar kreeg Kong 2 beurten om 41 uit te gooien. Dat lukte niet. Adams stapte vervolgens in, pakte die leg en pakt vervolgens die set met 3-0. En dan zal Robbie Green nu heel snel weer terug naar zijn niveau moeten komen van de eerste twee sets. 100. Dat is dit niveau zo'n beetje. We zetten een streepje bij Robbie Green. 85.
Distillery. Nieuwe set voor Green. Nieuwe kansen voor Green. Goede leg in ieder geval om mee te beginnen. Het is natuurlijk gewoon de set van Robbie Green, deze vierde. Als hij zijn eigen legs houdt, dan pakt hij deze set gewoon. Maar Adams begint meer en meer en meer tegenstand te bieden. Green voor 102. Triple 20 is goed. Oh, dit zou een lekkere zijn hoor. 10 voor dubbel 16. Robbie Green. Ja, pakt die 102 finish. En heeft in ieder geval zijn deel gedaan. Zijn eigen lek gehouden. Dat moet Adams nu ook voor elkaar zien te krijgen. En zo wordt ook deze tweede halve finale een fascinerende. De eerste was al prachtig. En daar waar de kwartfinales wat teleurstelden, maakt dit een heleboel goed. Green moet zo lang mogelijk de gedachte aan een finale plek uit zijn hoofd houden. Zo lang mogelijk de gedachte aan het winnen van Adams uit zijn hoofd halen. En zo ontspannen mogelijk blijven gooien. 100. Hoe meer je eraan gaat denken, hoe hoger de druk wordt. Wat gaat er door hem heen? Door Martin Adams. 100. Het is zijn 9e visite aan Egmond en hij won hier nog nooit op dit podium. Green gaat ondertussen aardig door. 140 voor hem brengt hem op een finish. Daar is Adams nog niet. Na deze drie darts natuurlijk wel. Wat heet? Ja, ja. Goeie beurt van Adams. Dit is Green. Gooit geen 161 uit. Sterker nog. Oeh. Dit is slecht weggezet door Robbie Green. Dan geeft hij Adams te veel lucht. Voor bullseye en dubbel 8. Bullseye is goed. Dubbel 8. Naar dubbel 4 toe. Wolfie. Maakt hij er 1-1 van? Hij maakt er nog niet 1-1 van. Honderd voor Green. Dubbel 4 voor Martin Adams. Om het weer gelijk te maken in deze set. Moet naar dubbel 2 toe. Moet de dubbel 2 gooien met nog één pijl in de hand. En mist. Is dit dan het beslissende moment in deze wedstrijd? De drie gemiste darts van Adams. Kong voor dubbel 18. En Kong gooit dubbel 18 en maakt er 2-0 van in de vierde set. En we blijven natuurlijk even bij het darts hier. We gaan deze partij afmaken. Voor de mensen die zitten te wachten op het nieuws. Als deze partij afgelopen is, dan gaan we meteen naar het nieuws toe. Dus na deze partij het nieuws. Maar ik zou zeker zeggen, blijf zitten voor deze wedstrijd. Want het is nog niet gedaan hier. 16. Robbie Green, nog één leg nodig. En dan staat hij in de finale. Dan heeft hij zijn revanche op Adams te pakken. Verloor de finale van de World Masters vorig jaar. Van dezelfde Martin Adams. Toen was de wolf sterker dan de gorilla. Is het vandaag andersom? Het lijkt er wel op. Want hij staat echt goed te spelen, Robbie Green. En deze 180 bezegelt misschien wel het lot van Martin Adams. En dan gaat Adams dus wederom niet de Zuiderduin Masters winnen. 9 keer in Egmond, 9 keer niet gewonnen. Martin Adams, het blijft een gemis op zijn staat van dienst. Dit is Green, mist de triple 20. Maar heeft nogal wat tijd, want kijk eens waar Adams staat. Heeft 9 darts, Robbie Green, voor deze 121. Want Adams gaat na deze 3 darts ook niet op een finish staan. Wat hij ook doet.
Hij doet veel. Ja, het moet gezegd, hij doet veel. Maar Green, 6 darts voor 68. En zijn eerste finale tijdens zijn eerste optreden hier in Zuiderduin. Dubbel 4. Zit er goed naast op zich. Kan die de druk aan? Robbie Green. Deze keer mist hij. Adams dan. Die zal hem toch zo goed mogelijk willen wegzetten. Maar het leek zijn weekend al niet te worden van Adams. Hij was niet in topvorm. Het wordt zijn weekend ook waarschijnlijk niet. Want dit is Robbie Green uit Liverpool in Engeland voor dubbel 4. Oh, Green. Dat zijn 5 match darts weg. Adams 157. Gooit hem niet uit. Green komt weer terug. Wat heeft hij moeite om die wedstrijd af te maken? Robbie Green. Nu moet het toch echt een keer gaan gebeuren. Dubbel 4. En nu gebeurt het ook. Robbie Green wint op overtuigende wijze. Met 3-1 in sets van Martin Adams. En wat is die blij, Kong. Hij mag ook blij zijn. Want het is voor hem een hele belangrijke overwinning. Voor de eerste keer in de carrière van Robbie Green staat hij in de finale van de Zuiderduin Masters. Yeah, the result stays the same as well, mate. Ladies and gentlemen, wish him all the best for late time. Martin Adams! And shortly back for the final, Robbie Green!